Maar als je die reclameborden ziet, moet ik een ander, iets anders geloven, geloof ik. Dit idee is ontstaan in het jaar 2004. Dat is bijna 8 jaar geleden. Dat is bijna 8 jaar geleden. Aanvankelijk dachten wij van het bestemmingsplan daartoe om deze boerderij om te zetten tot woningen. Maar dan mochten er maar 2 woningen in. Het college van de gemeente Winsum had laten blijken dat ze voor particulier initiatief waren, voor het kleinschalige plannen om zorgwoningen in dorpen te realiseren. En we dachten van nou, dat is Karin Bakkie. Daar zitten ze op te wachten. Dus wij dienen een praatplan in om met het college daarover aan het praten te komen. En tot ons grote verbazing kregen we een brief met een afwijzing voor het plan. En daarna is een jarenlange strijd gevolgd om het voor elkaar te krijgen om deze boerderij om te zetten tot een gebouw met een woonfunctie, waarin 5 woningen mogen worden gerealiseerd. Je bent volgens mij al jarenlang aannemer. Is dit een bijzonder project? Nou, dat is ook iets over te vertellen. We zijn nog maar 10 jaar aannemer. 10 jaar geleden zijn we met niks begonnen eigenlijk. Altijd gewerkt bij hele grote bedrijven. En ondertussen zijn we uitgegroeid tot een vaste club mensen van 30 mensen. 30 vaklieden. En op dit moment werken we zelfs tegen de 40. Hartelijk dank, heren. Maar dit wisten we wel. Dat wisten jullie wel, hè? Dat doen we kennen. Oké, ja, maar dat mag ook. Ja, je weet het niet, hè? Nee, ik film de mijn bief. Dank je. Oké. Ja. We zijn er klaar voor, hè? Ja, we zijn allemaal hartelijk welkom op deze omdag van de bouw. We staan hier op een unieke plek aan de rand van het fraaie dorp Veerwoud. In een eeuwenoud cultuurlandschap, het Middag-Humsterland, dat is wat hier is ontstaan op het voormalige schiereiland Middag. Dat lag aan de stad vast en schuurde langs het Reitdiep en had zijn beëindiging hier ongeveer iets ten noorden van Ezingen, Veerwoud en Gaarnwoud. Dit cultuurland is ontstaan omdat boeren eeuwenlange strijd hebben gevoerd tegen het water van zee en land. Kreten als Luctor et Emergo, ik wortel en kom boven. Die night will dieken, mout wieken. Ik zal dat ook even vertalen, voor degene die geen Gronings beheersen. Ik snap het wel. Die geen dijken wil bouwen, heeft hier niets te zoeken. Deze kreten hebben te maken met de strijd van de bewoners om de lage landen bij de zee naar hun hand te zetten. Door, en dat hebben ze gedaan, hier in de omgeving, wierden op te werpen. Het dorp Veerwoud is een wierdendorp. Het beroemde Ezingen kent iedereen. Natuurlijk de rivieren en de zeearmen. Die zijn afgedamd. Waardoor ze weer een stuk land uit de zee van de zee hebben veroverd. Hier op Steenworp, afstand van de boerderij, ligt het zogenaamde rivierdal van het Bijzerdiep. Wat eens een rivierarm dan wel zeearm was. Wat overal kan in Nederland, mag niet in Groningen. We schijnen wat dat betreft in de Volksrepubliek Groningen te wonen, die een status aparte heeft ten opzichte van de rest van Nederland. Dat het ons vergund is om hier 5 woningen te bouwen in de voormalige boerderij, is een klein wonder. Dat het vergund is om hier te bouwen is uniek. Omdat er nog bouwers zijn die een verbouwproject als deze kunnen uitvoeren. Dit is allemaal nog handwerk en het wordt allemaal in het werk getimmerd en gemetseld. Hier komt vrijwel niets zoals tegenwoordig op de bouwplaatsen van nieuwbouwhuizen. Daar rolt alles uit de fabriek en er wordt een huis geassembleerd. Maar hier wordt het eeuwenoude timmermansberoep nog ten volle uit benut om dit project van de grond te krijgen. Dit project is ook uniek omdat er in deze barre tijden nog kopers zijn die het hebben aangedurfd om dit project in dit project te stappen.
Het project is uniek omdat er een boerenfamilie bereid was om te volharden in een strijd tegen een zee van ambtelijke paparazzen. Omdat er nog een architect te vinden was, te vinden is die de strijd aangaat met bureaucraten en politici om een weg te vinden om het project voor het project de benodigde vergunningen te krijgen. Gisteravond zei meneer Moorlach op de tv dat het natuurlijk geen enkel probleem was om een vergunning voor een boerderijtje te krijgen als dit. Nou, er schijnt iemand te zijn in Thesingen die wat wij hier hebben voor elkaar gekregen ook wil bereiken, maar die wordt al jarenlang door de provincie dwars gezeten en die moet het uitvechten bij de Hoge Raad om het volop op elkaar te krijgen dat hij überhaupt een bouwvergunning krijgt. Zo makkelijk gaat het bij de provincie. Zonder deze mensen hadden we hier niet gestaan, hadden we geen enkele steen op de andere kunnen metselen. Dat we deze dag vieren is helaas niet dankzij, maar ondanks de overheden. In plaats van het creëren van meer werkgelegenheid in de bouwsector, werpen de overheden steeds meer barrières op die het bouwen steeds moeilijker maken. En dan doe ik op. Ten eerste, het ruimtelijk beleid van een provincie als de provincie Groningen die dit soort projecten niet Ik hoop dat het er straks een beetje op zal lijken. Dat zei hij tegen mij toen hij het werk had aangenomen. Dus ik krijg die nu terug. Kun jij er ook een meisje schelden? Ja, nou, maar, adieu, hoor. Ja. Hey. Dat is goed. Dit was onze voordeur. En die meestal is die los of open. Dus we hopen nog heel veel visite te ontvangen. Maar dat ligt moet er wel voor weg. Ja, we zijn avond. Hani. Is het waar? Het is echt waar. Echt? Ja. Hoeven we niet meer te vechten? Nee, gelukkig niet. Hallo. Oh, dit vind ik fantastisch. Nou, rustig slapen. Ja, kom even naast me. Nee. Hier ligt ons verdere geluk. Ja. Nee. Hani heeft te lang genoeg, te lang aan de... Aan u de heer. Is het vanaf deze kant? Als hier een drempel was, en als mijn vrouw er zou zijn, ik zou er overheen getild hebben. Zo blij zijn we. Ah, je mag me niet wel even lenen hoor. Zo blij zijn we met ons nieuwe huis. Daar gaat ie. Welkom. De ruimte die hier overbleef was circa 17,5 meter. En dat hebben we gewoon in tweeën gedeeld. En de woning hier en de woning hiernaast zijn ongeveer even breed. Die hebben een breedte van 8,33 meter netto. Het tussenhuis heeft een hele avontuurlijke, ruimtelijke opbouw. Met fides en een entresolvloer. En hierboven. Hier wordt straks de zaag ingezet. De vide gaat straks ook nog de hoek om. Daar gaat weer een stuk vloer uit. Dan worden een paar balken weggenomen. En zo eenvoudig is dat met houtskelet. Via volgen, wat erop staat, de blauwe. Dat wordt dus helemaal een lichtstraat, hè? Oh, ja. Nou, als ik de gelegenheid had om Jaap over de drempel te vragen, dan deed ik het. Oké. Okay. En dan zijn we hier in het oude voorhuis. Hier heeft altijd, en dat is klassiek bij de boerenhuizen van dit type, van de kalk, krophals, rompboerderij. Hier hebben zich altijd de bedsteden bevonden. En er lagen twee kamers achter elkaar. De roomkamer, hier in de voorkant. En daar de kamer waar gewoond en gewerkt werd. En men sliep dus in de bedsteden, voorzien van glas. Ook toen wisten ze al dat glas op het zuiden je niet alleen licht bood, maar ook warmte.
de inkomsten naar beneden. Het is een mooie tuin. Ga weg! Ga weg! Ja, maar dat zit er echt aan. Dat is wel prachtig. Ah, ik doe hier een. Ja. Goedemiddag. Mag ik vragen wat u ervan vond, wat u gezien heeft? Indrukwekkend. 5 minuten over 4:30. Het bezoekersaantal meer dan 400 bedraagt. De mensen die gesproken hebben waren op één na allemaal laaiend enthousiast. Er was er eentje bij die vond helemaal niks omdat er geen zonnepanelen op kwamen. Die vond helemaal niks. Dat was gemiste kant. Maar er was ook maar één. Jongens van de Boer, draai eens even om. Applaus voor jezelf. Hartelijk bedankt voor wat jullie vandaag gedaan hebben. Ja,